Frans Frederiks, oftewel Lange Frans, is nou niet bepaald bang uitgevallen. Maar in het programma Phobiac maakt hij zoiets engs mee dat zelfs Lange Frans er gillend van doorgaat. Het gebeurt allemaal in het Schotse Edinburgh, de geboorteplaats van Harry Potter en Frankenstein. Voor het programma Phobiac bezoekt Frans daar de meest beruchte spookhuizen. This is the 17th century house down here. This is probably one of the most famous places down here. Obviously, because we do have that, well, fact the cement in the walls here, the plasterwork, was actually made from human cremation ash. So this... Everything you see here was human cremation ash. That's another reason why people do think it's so haunted down here, because there's literally up to, what, a couple of thousand people here in the walls of this house. Het duurt dan ook niet lang voordat de eerste vreemde dingen worden waargenomen. Wat is er aan de hand? Je voelde wat aan je voet. Ik zit er niet op camera. Wat zeg je? Vette voetstappen hier nou. Rot op. Nou, serieus. Ja, je hoorde wel degelijk voetstappen. Ja, zeg geen grapje. Vanaf verder zou hier echt naartoe komen lopen. Ja, nee, ik zweer het je. Het is nu officieel. Iedereen begint er gewoon helemaal de pan uit te flippen hier al. Ondanks deze spookachtige verschijnselen besluit Lange Frans toch maar naar de meest beruchte plek van Edinburgh te gaan, het kerkhof van Greyfriars. This is the tomb that seems to be the most active. It's the most notorious. We call it the Black Mausoleum. Most of the attacks seem to take place right at the back of the tomb. Maar Lange Frans merkt niks van geesten en besluit om 's nachts terug te komen. Hij gaat zelfs zo ver om in zijn eentje in het mausoleum te zitten, omringd door camera's die eventuele paranormale activiteiten moeten opnemen. Nadat Frans een paar uur doodstil in het mausoleum heeft gezeten, komt de cameraploeg terug om polshoogte te nemen. Frans is enorm opgelucht. Ik weet echt niet hoe lang ik nog ga blijven, want ja, ik ben al lang blij dat ik nu niet meer in mijn eentje ben hier, zeg maar. Hoe voel jij je dan? Kut. Kut, hè? Het is zo dat als je hier binnen bent, je voelt iets op je drukken, zeg maar. En ben je hier niet alleen. Kut, man. Ga eens naar binnen voor de gein, Olivier. Echt. Echt een soort van een tikje zo op me. Godverdomme, het zal toch niet waar zijn? Denk ik. Oh, ik kan toch niet? Maar jij voelde me het ook. Dit is zo ongeveer het engste wat Frans ooit heeft meegemaakt. En het is voor hem volstrekt duidelijk. Eén keer en nooit meer. Oh, oh.